Goedenavond Oost-Nederland. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Deurdonderen. Een soort van Idols met 6 bands, maar dan met leu die nog wel recht goed kunt kijken. Vanavond neemt we jullie met naar Niekerk. En Niekerk, dat is een soort van Nashville, maar dan vol met leu die wat kunt verstaan. Wie gaat vanavond kijken en luisteren naar Ritten Ditten. Ja, ik was als een klein kind waar ik al met muziek bezig, waar ik zanger worden in een band. Deze drie mannen en helpen die droom waar te maken. Dat vind ik ook heel mooi en daar ben ik ook nog steeds dankbaar voor. Met die apenloezers, hè? Ik ben wel christelijk opgevoed, maar ik zit niet elke week in de kerk. Maar ik vind dat je elkaar gewoon gelijk behandelt als hoe je zelf wil behandeld wil worden. Dat is denk ik een heel belangrijk iets. Nummertje van de strikplank. En dat sloot aan. Ze vragen er niet om erop te liggen, maar wel of het willen sporen. Nou, wij zijn Ritten Ditten en we spelen boeren rock and roll in het West-Veluws dialect. Tenminste, dat we proberen. Goedemiddag, Niekerk! Ja, zo'n geluidje als een. Weet je, dat hoor je bij al die boeren rockbandjes een beetje terug. En dat vonden wij eigenlijk een beetje klinken als Ritten Ditten, Ritten Ditten. Toen ik 16 was, had ik een mooie ding. Zie honden op een boerderie. Als ik er even al draad, toen ik niet maak, zie je plaats een eentje voor het verbied. Echt de drie akkoorden rock and roll die we maken, dat hoort echt bij het dialect, dat hoort bij elkaar. Ja, anders dan is het geen boerenrock meer. Ik hoef hier niet per se voort. Ik ben een mooie plekken zat in Nederland, maar ik zeg altijd niks moois dan die kerk. Opnames van Ritten Ditten. Ritten Ditten. Hallo, hey. Niet wegdraaien. Ritten Ditten is opgericht in het jaar dat FC Twente landskampioen is geworden. Daar hoor je verder niks achter te zeuren. Dat kan nog best wel een mooie toekomst opleveren, zolang ze Joop Munsterman maar niet op gitaar laat spelen. Twee weken geleden kwam hun cd Onder de Duim uit en het eerste exemplaar van een debuutalbum He, het Niekerkse antwoord op Ahum van Mingus, is uitgereikt aan Johan Derksen. Het is voorbij, de avond is weer mooi geweest. Het is voorbij, was voor ons een groot feest. Het is voorbij. Ritten Ditten besteedt uit Wouter. Op deze foto probeert op Louis Armstrong te lieken. En dat is bakketje niet gelukt. Dit is Hansjo, dat heet eigenlijk Hansje. Maar er zit ook een Fritsjo in de band, dat eigenlijk Frits heet. En dan is Hansje gewoon enorm verwarrend. Kunt ook nog bij dat Etjo. Etjo is het vierde lid van de band. Ja, dat heet in het echt Edwin. Maar als Edwin speelt er geen muziek, dan is ze verkeerskundig adviseur. Gooi ze aan de kanten met het barrel. Je moet de ogen uit laten spuiten. Van dat soort advies. Eén keer per jaar steekt Niekerk kats op een kop. Dat lik weinig, één keer per jaar. Dat riekt naar het sekslijm van Leubom de 50. Maar Boerenmaandag is voor Niekerk wat Rozenmaandag is voor Neukirchen. Gewoon een feestje, gewoon een potje bier, bier, bier. Een optreden, gewoon een potje bier, bier. Voor de gezelligheid. Ja. Het is een toegevoegde waarde aan de dag. Voor de gezellige sfeer.
Hè? Ja. Niet voor de spanning, maar gewoon voor het sfeertje van de boerenmaandag. Potje bier erbij. Helemaal goed. De strikplan, het kuiendraad, Fran, huurlebessen, draadnagel. In het dialect klinkt alles beter. Eén voor één vallen ze om. Ja, hier waart zijn eigen grond. Hier is een rak goed hier gebaat. Lekker warm in de openheid. Op elk blokje mocht er aan geleugen. Laat hier het stond te kleuven. Maar geweer, het bos in wat. Houd dat is zo op een brand. Met een biel en een bad. Niekerk heeft officieel de mooiste toren van het land. En ik heb de toren even gegoogeld en ja, het is een schitterende toren. Jammer van die kerken. Ooit was hier de markt op zondag. Nu moet ze op maandag alles doen wat God verboden heeft. En wat doe je dan als jong zoet het dorp? Dan pas je je aan. Goed, de keuring. U ziet, we hebben hier zestal vazen. En als we het over vazen hebben, dan hebben we het eigenlijk over koeien. Zochtens smaak is het best, hè? Die voorkeur ja. Vandaag gaat dus. Dus ik denk dat de boerenmaandag voor het Nijkerkse volk wel echt wel een heel gewaardeerd feest wordt. Dan neem ik graag een dagje vrij voor. Echt wel. En voor heel veel Nijkerkers daar. Ja, ik denk voor 80% wel zoiets. Ja. Het is ook een beetje een reunie. Een hoop oude klasgenoten, laat maar zeggen, of oude boerenvrienden die. Komen we elkaar op zo'n boerenmaandag gewoon weer tegen. En het is één grote praatsessie. Nou, en als wij er een heel klein steentje bij kunnen dragen, in de vorm van een klein beetje dialectrock in zijn Niekerks, dan is het plaatje wel een beetje af, denk ik. Nou, je moet eigenlijk zo zien dat dialectmuziek zit eigenlijk vaak aan een bepaald muziekgenre gekoppeld, hè? En dat is toch wel vaak echt die boerenrock muziek. En dat vind ik gewoon heel gaaf. En daar hoort gewoon dialect bij, ook al ben ik daar dan zelf niet zo ster in. Het is je eigen publiek en het is bekend. Je weet waar je gaat staan, hoe laat je speelt en dat het een succes wordt. Dus, nou ja, ik ben stront zenuwachtig. Van de keuken, gebakken door de plattelandsvrouw Leu, de mol van Frits. Als je ook maar enigszins in de gaten hebt hoe de wereld in elkaar steekt, vertrouw je alleen nog maar op pannenkeuken. Het komt helemaal mooi. Hoe laat? 4 uur. 4 uur? Ja. Van 4 tot 5. We mochten niet langer van de gemeente. Nee. Dus dat, Zo streng zijn we natuurlijk. Succes, maak het wel. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het een beetje droog blijft ook. Maar, gewoon wel een beetje vernut. Kom maar goed. Dit ben mijn leur. Niet het luie slaapkameroog van Douwe Bob. Dit is Wouter uit Niekerk. En hij maakt ook muziek. Mine muziek. Ja, de inspiratie die horen we meestal gewoon van de straat af. Ik kan een voorbeeld geven hier op het werk. Dat ze de deren van de overkant. Ja, die ging elke middag om een uur of een. Zat ze een peukje te roken. En, ja, dan kwam ik even ouwe hoeren even langs. En nou, zo ontstaat een liedje. De meeste nummers schrijf ik ook op de heftruck. Mensen die komen op de heftruck als ik een beetje hier aan het heen en weer hier ben. En dan, dan moet ik af en toe even afstappen om heel vlug wat op te schrijven. Als ik het zie door met diepen, ik weet niet waar ik zich voel. Maar ze maakt me hele dag weer goed. 2013 was dat volgens mij. Toen hadden we een 600 Joniekerk. Ik dacht bij mijn eigen van, weet je wat ik doe? Ik stuur gewoon de organisatie een mail van... Willen wel een single maken ervoor? Ja, dat duurde nog een halve dag, dan haak ik mail terug. Gooi je gang, maak er wat moois van. En dan moeten jullie wel beloven dat jullie optreden tijdens die evenementen. Dus dat hebben we toen maar gedaan. Tenminste, dat hebben we toen maar gedaan. Daar waren we heel blij mee dat dat mocht natuurlijk. Dus...
Schrijf me in de polder, koeien en het stoomgemaal. Die kerk, die heeft het allemaal. Als ik een en ben voor te wees, terug weer op de snelweg rie, dan word ik blij dat ik die witte toren zie. Ja, Niekerkerk is ondertussen mijn thuis geworden. Ik ben hier komen wonen toen ik een jaar of 11 was. Ik heb eerst nog in Barneveld gewoond. En ja, heel veel vrienden hier leren kennen. Dus dat is wel heel belangrijk voor mij. Ja. Toch weer op de snelweg rie, dan word ik blij dat ik die witte toren zie. Jullie hebben op zich hebben we de mooiste kerktoren van Nederland. En die zie je al vanaf van de A20. En het zinnetje, dan word ik blij als ik die witte toren zie, die sprak eigenlijk iedereen wel aan. Iedereen die terugkomt, die heeft, oh, als ik die witte toren weer zie vanaf de snelweg, dan ben je er, dan ben je weer thuis, zeg maar. Als ik die witte toren zie, ja, dan word ik blij dat ik die witte toren zie. Dit is niet alleen de schuld van de leur die dit in beeld hebben gebracht, dat weet ik ook wel, maar ik wil de kiekers geen wijzen op de er wordt hier ook wel eens niet gedronken dag. Nou ja, het is niet echt een dag. Het duurt een half uurtje. En omdat Niekerk 603 op een stoot dit jaar, nodig één keer eventjes Niekerk 600. Dus geef me de polder, koeien en het stoomgemaal. Niekerk, die heeft het allemaal. Wat u? En mij zingen. Ja, ik was als een klein kind waar ik al met muziek bezig, waar ik zanger hoorde in een band, in ieder geval in een band spelen. En ja, dat was eigenlijk een droom en deze drie mannen helpen die droom waar te maken. Dus ja, dat is wel heel belangrijk. En vind ik ook heel mooi en daar ben ik ze ook nog steeds dankbaar voor. Dus, ja, en ik vind het ook mooi. Ja, ja, ik vind het ook gewoon mooi dat we met ons eigen ding, wat wij doen, gewoon andere mensen blij kunnen maken. Dat vind ik prachtig. Hier op de Veluwe raam, er is niet hard verband. Het is het mooiste plekje van heel Gelderland. Nou ja, hier met je beste kameraden een stukje muziek kunt schrijven en kunt speulen met z'n allen op een podium. En er komen mensen op af die het mooi vinden en die staan met blije gezichten je aan te gapen van Tonders, dat vind ik leuk, je maakt mijn dag goed. Nou ja, dan doe je iets machtigs mooi, denk ik. Dat inderdaad met je beste kameraden gewoon ja, lol kan maken. En dat bijna elk weekend. Ergens anders in Nederland. Ja, het is gewoon een stukje erkenning wat je krijgt. Geef me in de polder. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een gemeente. Ben ik bezig met veel serieuze zaken. In Rit en Dit kan ik mijn ei kwijt. Kan ik even mijn gedachten opzij zetten. En even lekker aan leuke dingen denken. En waardering krijgen van het publiek. Dit is Niekerk, waar iedereen nog kan aanschoven bij de ouders van Frits. Leur die weet dat ze alleen maar wat te verwachten hebben van de leur die ze herkent. En die bent gewoon niet wies als je wat aan ze verwacht. Hoi, wachtje. Hoi, wachtje. Zo. Elke week weer. Ja, ja. Ik hoop dat we nu wel de kamer. Rick, hier is handje vouwen, handje vouwen. Pst. Oh, oh, oh. Rick, heren zegen. Heren zegen. Amen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, jullie houden wel rekening met de tekst, met geloof. Kijk, we zijn in een stad waar nog veel mensen naar de kerk gaan. En ook al geloof ik zelf niet, hebben we toch wel besloten om het met de tekst niet te vleuken of zoiets. Want ja, we vinden het eigenlijk niet nodig. Dus. Ik ben wel christelijk opgevoed, maar ik zit niet elke week in de kerk. Maar ik vind elkaar gewoon gelijk behandeld als hoe je zelf wil behandeld wil worden.
dat is denk ik een heel belangrijk iets. En, ik bedoel, er staat niemand boven me en er zit ook niemand onder me. Precies. Ik ben allemaal gelijk. Laat elkaar in de waarde, ja, niet meer en niet minder. Dat is het gewoon. We hoeven ook niet per se de hele boel bij elkaar te vloeken, zeg maar. Wat ik bij andere bands wel zie, van kijk eens hoe grof gebekt ik ben. Ja. Je kunt er betere platte woorden in flikkeren. Juist. Hoppakee. Krek. Ja, ik ben het ook met de jongens eens. Je hoeft niet, voor mijn part ook niet te vleuken in een nummer. Want het is, ik zeg het altijd, het is een gebrek aan woorden. Dus gooi er maar wat goeds tussen, dan reed je het ook. En ik denk dat ook dan hier in de omgeving mensen het ook meer waarderen dan wij. Dus die jongens kunnen het ook en op die manier. Kom. We hoeven niet om te komen van de honger, dat is chill, hè? Of ik liever niet op zondag speel. Nou ja, kijk, als we een mooie kans hebben, dan speel ik graag. Hè? Maar van de andere kant, ja. Als je de zondag dan nog eens overhoudt voor je meisje, dat is ook wel eens fijn, hè? Dat is ook nog eens tijd met elkaar. Je bent door de week druk en dan zie je elkaar nog eens bij daglicht, zeg maar. Nou, ik denk dat de gemiddelde optreden, als je zaterdagavond een optreden hebt, dan ben je ook om 6 uur thuis. En als ik dan volgende middag wakker word om 3 uur een keer goed... goed deurig om ben, dan is het in principe ook zondag. Maar goed, dan denk ik van een mooi ding. Dat is mijn merk. Ik weet nog wel dat ik mijn bromfietscertificaat moest halen op Boerenmondag. En toen had ik wat geslaagd, toen gauw 1 rondje rie. En toen heel snel weer naar de stad. Toen heel snel naar de stad en toen heb ik een. De gemoedelijkheid van de Achterhoek die vind je hier ook wel terug, zeg maar. Maar je hebt hier niet het recht toe, recht aan van het westerse, zeg maar. En dus dat spreekt mij ook aan van Nijkerk, dat je hier toch wel dat gemoedelijke sfeertje nog hebt van het oosten, zeg maar. Ik denk er soms wel mensen dat we orenstug zijn, maar dat... Als je ons wat beter leert kennen, dan gaat dat best goed. Dat komt al best goed, ja. Dat liet altijd maar zo. Maar de neur mag het wel. Het is wel apart, als we waren pas waren we in de Achterhoek. En dan zeg je dat je uit Nijkerk komt en dan vinden mensen het altijd westen. Dan woon je al vlak bij Amsterdam. Ja. Maar als je in Amsterdam komt of in Utrecht, dan denken ze al meteen van... Oh, Nijkerk, oh, je pro-dialect, jullie zullen wel uit de Achterhoek komen. Ja. Terwijl we er eigenlijk precies middenin zitten. Dus voor de Achterhoek, voor de oostkust van Nederland... ben we eigenlijk zo westerlingen en voor de westkust van Nederland ben we oostelingen. En we zitten precies in het midden, maar ja. Want eigenlijk hier achter die woonwijk, dan noemen ze ons al boeren, zeg maar. Ja. Ja, in Amersfoort. En dat, en dat is op zich niet aardig dat ze ons boeren noemen, want dat is iets waar je best trots op kan wezen. Maar zo werkt dat een beetje. Als wij in de Achterhoek komen, dan is het, Nijkerk. Dan wonen jullie vaak bij Amsterdam, maar dat is wel heel ver. Ja. Proten ze er ook dialect aan. Ah, we proberen het, zeggen we dan. We zoeken nog 8 mannen. Ik denk dat iedereen wel weet wat er nu gaat gebeuren. Het is inmiddels een traditie geworden. En nu is het zoiets. Oh, dan heb ik het even voor mijn de strikplank. Die mooiste boerenman ooit. Kom maar thuis. Ja, wat kenmerk is aan ons optreden is volgens mij dat we willen er wel helemaal voor gewoon om een feestje te bouwen. En door trekken we ook letterlijk echt alles uit de kast tot aan een strikplank aan toe. Dus ja, dan vragen we een paar derentjes uit het publiek of als ze lef hebben om te gaan crowdsurfen. En als ze dat hebben en dan komen ze op het podium en dan worden ze door een man of vier rond te dragen. En als ze dat overleven, dan krijgen ze een t-shirt. Dus, en er is er nog nooit een gevallen, dus het komt wel altijd wel goed. Dat is in 2005 geboren, ook op de Boerenmondag. Aan het dansen van een raam. En ik zag een strikplank staan. En ik ben met die strikplank aan het dansen gewoon. Dat klinkt even heel surf. Ja. Tenminste, ik zat ze te strikken en liedjes te zingen van I'm gonna strik my shirt. En die heb ik toen... binnen 5 minuten ben ik van mijn heftruck afgesprongen. En ik heb dat nummer geschreven. En het sloot aan. Dus mensen die vragen erom. Ze vragen er niet om op erop te liggen, nee. Maar wel of het willen spoelen. I don't care if it's red or blue.
sure what I've got to do. So I take the street like a train to bow. Gotta wait a minute, but the escorts count on my day. I've got the street be sure. Well, every Monday I've got to street be sure. I go to a party with a lot of beer. With all my friends, I've got a hell of plezier. I got to take a pilsje, wat langer als dat. I maak niet uit, want mijn shirt is glad op mijn been. I've got to drink my shirt. Well, every man, I've got to drink my shirt. Voor de dapperste DNS is er een I Survived the Strikplank shirt. En een foto met de keels van Ritten Ditten die dan op de Wall of Fame komt te hangen op de site van de band. Ook Ritten Ditten gaat aan de slag met een nummer van Normaal. De boer is troef. En ik weet nog dat ik zelf dat liedje voor het eerst hoorde en dat ik alleen maar dacht, de boer is stroef, de boer is stroef. Ik was 15 en toen mocht ik voor het eerst naar een normaal concert. En toen, toen heb ik door het iets een virusje opgelopen, zeg maar. En ja, dat zit er nog steeds. En dat is voor mij ook een reden dat ik in zo'n band wil spelen. In ieder geval muziek maken. En dat is uiteindelijk dit geworden. En daar ben ik wel verrekt blij om eigenlijk. Wat was de bedoeling om mijn eigen draai eraan geven? Of, Ja, het dient meer ter inspiratie. Waar gaat het nummer nou eigenlijk over? Ja, god, volgens mij dat een boer... ja, dus, ik denk dat hetzelfde een beetje een combinatie met de boer, dat is de kill. Dat is gewoon de... Ja, komt op hetzelfde neer. De man die hard werkt en er altijd vergoot en... Beetje ondergewaardeerd misschien? Ondergewaardeerd? Nou, de boer wordt een beetje ondergewaardeerd. Ja, maar het is wel degene die uiteindelijk voor je vreten zorgt. Dus ik denk dat we door ons eigen maar iets op moeten focussen. Ja, juist. En dan een beetje rit en dit en erin knappen. Ja. Een beetje pit erin. Bam. Pittig nummer met een goede boodschap. Juist. Ja, boodschap. Boodschap. Hey. En niet twee pakken suiker en een fles melk, maar gewoon echt een heel liedje. Maar ja. Hun snappen af en toe niet wat gezongen wordt. Dus ze weten pas wat er gezongen wordt als het liedje koor is, zeg maar. Of wat de plot stond. Ja, dat is wel voorgekomen inderdaad. Ja. Dat we in de studio zaten en dat ik in één keer dacht van... Oh, wordt dat gezongen? zo goed verdiepen we ons dus af en toe in de tekst, dat blijkt maar weer. Voorbeelden van woorden ja, die ik eigenlijk eerder nog nooit zo had gehoord. Dat was bijvoorbeeld weust. Weust, dat is... ja, gaan. Weusten. Ja, lekker fanatiek. Te keer aan. Te keer aan. Ze zeggen wel eens inderdaad, als het publiek helemaal losgaat, dan zeggen ze zo, het publiek was aardig weust. Ja. Nou, dat is een goede vergelijking, denk ik. Of ze stond te weusten. Ja. Dat ze wel lekker het keer gaan, ja. Dat. Op zich kun je dan weusten wel met heuken vergelijken. Ja, denk ik wel, ja. De koeien zeggen boe, 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 boe. Ja, koeien zeggen alleen maar boe, boe, maar ze menen er helemaal geen ene reet van. Ja, de boer werkt zich naar de kloten of zo, zoiets. Ja, in de goede zin van het woord. In de goede zin van het woord, ja, precies. Ja, maar die kun je gewoon ook dubbel opvatten in principe. Moet je nog een sapje? Want jij hebt ook natuurlijk altijd een regering die je tegen zit. Dus ja, hier waar het schrijven door de kloot is, gewoon omdat, ook hard werken. Maar ook omdat hij gewoon een, soms liet het aan de verkeerde kant van een soort van maatschappij zit. Als we gewoon even wat... mag gespolen en dan af en toe een keer wat erin zit. Volgende tekst vanzelf wel, denk ik. Mm-hmm. Wat? Nou, de bommen dan trappen, denk ik wel. Ja. Oh. Ja. We'll be right back.
waar Hans net mee kwam, hier waren zijn eigen noorden kloten. Ik heb even opgeschreven. En daar heb ik even achter. Ik heb even vier zinnetjes, ik moet even kijken of dat wat is. Hier waren zijn eigen noorden kloten, hier waren zijn eigen kats kapot. Maar hier zal toch moeten blijven deurgaan, omdat iedereen ook fretten moet. Dus ja, ik... Dat wil ik minder gewoon, dat liet me, ja, maar dat schiet even zo te binnen. En dat liet me wel even een... Nee, dat wordt een refreintje dan, denk ik. Ik denk dat dat best sterk is om twee keer achter elkaar te zingen. Als, want omdat het intro is zeg maar, best wel up-tempo. Als we dan de refrein gewoon een beetje losjes houden, een beetje open. Ja, maar we moeten nog wel wat dingetjes doen, maar met watgene wat we nu hebben, ben je wel aan de oren tevreden. Coupletjes, tekst. Ik denk dat het wel goed kan. Ik ben zelf muzikant en ik werd de mooiste liedjes, bunte liedjes met een mondharmonica. In het begin, halverwege of na afloop. Allebei genieten, dikke tieten.